Hallo allemaal, mijn naam is Jannes Heuvelmans en welkom dat jullie kijken bij een nieuwe video. Vandaag gaan we de phone check doen, dus als jullie benieuwd zijn, doe alvast een blauw duimpje omhoog. Mijn achtergrond is gewoon zwart. Gewoon een zwart vlak. Ik zal eens even kijken voor jullie. Instagram. Google of Safari. Dingen op te zoeken, denk ik. Ja, ik heb heel vaak dat ik dan iets zie of zo en dat ik daar mezelf iets over afvraag en dat ik het gelijk gewoon op ga zoeken. En als ik dan iets wil weten of zo, dat ik het gewoon opzoek en dan weet ik het gelijk. En daarom is het ook handig, want kom je nog iets te weten. Of ik ooit voor een app heb betaald? Ja, vroeger heb ik ooit Minecraft gedownload. Dat was een 4 euro, 5 euro of zo. En dat is de enige betaalde app die ik ooit heb gehad. Nou, niet meer. Ik speel geen spelletjes meer op mijn telefoon, maar vroeger had ik wel gewoon Minecraft bijvoorbeeld of andere spelletjes, Subway Surf, dat soort dingen. Met wie ik voor het laatst heb gebeld, zal ik eens even checken voor jullie. Melle heeft mij gebeld, de laatste die ik heb gebeld is mijn zusje. Of ik contacten geblokkeerd heb, zal ik eens even kijken. Ja, waarschijnlijk genoeg. Ja, met mijn, dat is wel een leuke. Nou, tenminste, mijn nummer was ooit gelekt. En toen kreeg ik een paar appjes binnen, dus die heb ik allemaal gewoon geblokkeerd. Mijn WhatsApp profielfoto is een foto van mij tijdens een optreden backstage dat ik met mijn oortjes mijn gitaar aan het oefenen ben. Oké, hoeveel ongelezen? Ik heb 92 ongelezen berichten. En hoe lang die daar al staan, ja, ook wel een paar jaar denk ik. Ja, ik ben een hele slechte apper. Dus als iemand mij appt en ik reageer niet, dus vat het niet persoonlijk op. Maar ik ben daar gewoon heel slecht in en ik vergeet het om te reageren. En, slechte eigenschap, maar ik ben aan het werk, dus het komt goed. Ik heb ooit een musical gedaan en mensen daarvan appten dan nog wel eens of zo. Ja, die heb ik gewoon nooit meer geopend. Ja, we hebben wel iets leuks. En dat is een snapgroep. Met de mensen waar we mee op vakantie waren. En dan, er was één persoon waar het de hele vakantie over ging. Die naam zal ik even niet noemen. Maar daar hebben we de groepsapp naar vernoemd. Dus dat is wel een soort inside joke waar we altijd om kunnen lachen. Dus dat. Ja, 100% zeker. Jagers is een leuke groepsapp waar ik in zit. En die inhoud moet gewoon lekker tussen ons blijven. Oké, mijn laatst genomen foto heb ik niet genomen. Dat is deze. En die is gisteren gemaakt tijdens het optreden. Dus dat is de laatste foto in mijn film. Mijn laatst genomen selfie. Zo, even terugzoeken hoor. Dat is deze. Op vakantie. Met een lekkere Pepsi op de boot. Dat is mijn laatst genomen selfie. Oké, de eerste foto in mijn galerij. Is een video. Van mij en een oude vriend van mij die een nummertje hadden opgenomen toen. Super skeer, maar... Dat is een video en daar zijn we nogal jong. En daar hebben we een soort videoclipje omheen gemaakt voor de grap. En dat is de eerste in mijn filmrol. Grijpen, wie jij me steeds weer laat verleiden. Ik koop alles voor je, voor je heen bent. En je weet dat jij mijn nummer 1 bent. Het is zo slecht. We lopen samen, hand in hand, langs de zee en langs het strand. Ik ben geen prins, maar voor mij ben je prins. Genoeg. Oh ja, ik heb heel veel mensen geblokkeerd. Ja, dan waren ze gewoon irritant. Maar ik blokkeer nu niet meer zo snel mensen. Dus het zou ook best, de laatste die ik geblokkeerd heb, zou best wel 2 jaar geleden kunnen zijn. Die dan, weet ik veel, in mijn DM iets heel raars zei of zo, weet je wel. Zo, ik heb er echt veel op ongelezen staan. Er staat gewoon zo 99 plus, zeg maar, weet je wel. Dus en daar staat hij al 5 jaar op. Dus ik zou het echt niet weten. En ik krijg per dag, ja, ik tel het niet, maar ik denk 100 of zo. Misschien iets meer, misschien iets minder. Ja, iemand uit het buitenland... Die is niet heel bekend. Wel knap. Die is wel in mijn DM geslijt. En daar had ik wel contact mee. Maar dat is ook niet meer aan de hand. Ik ga geen naam noemen. Mijn laatst gelikte video op TikTok is deze. Dit muziekje. En dan staat erbij. Ik heb het mooiste meisje ooit gevonden. Mooie ogen, mooie lach. Lief, zorgzaam, loyaal. En een mooi innerlijk. Ze is zo perfect, ik hou van haar. Dat is mijn laatste gelikte video. Nou, dit was het dan. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te doen en te abonneren. En dan ziet Tina jullie weer bij de volgende video. Later!